Dit is de officiële podcast van ADO Den Haag. Ik zou best nog wel een keertje, net als vroeger, naar ADO willen kijken. En dat is exact waar wij het over gaan hebben in deze podcast. Direct na het laatste fluitsignaal bij iedere thuiswedstrijd geven wij vanuit Kuipers 421 een nabeschouwing van de wedstrijd en een voorbeschouwing voor de volgende. Met iedere keer weer leuke Haagse clubhelden. Veel luisterplezier en als je het leuk vond, vergeet ons dan vooral niet te delen. We gaan beginnen. Ja, een hele goede avond vanaf het stadion op de vierde verdieping na de wedstrijd ADO Den Haag tegen Roda, de eerste thuiswedstrijd. Alberto, wij begonnen het seizoen buitengewoon goed met de eerste podcast. Ja, dat was leuk, was gezellig. Goed beluisterd ook. Dat was de record beluisteraar, denk ik. Hè? Ja, eigenlijk moet je elke week de directeur uitnodigen. De directeur en Matthijs hadden we de eerste podcast te gast. Hebben we uitgebreid met hun gesproken. En we hadden nooit zoveel luisteraars, dus dat was leuk. Dus we zijn goed begonnen het seizoen. Ja. En verleden week ook een mooie wedstrijd. De Graafschap uit. Ja, waren we echt de betere, hadden we moeten winnen. Ja, jij was erbij in het uitvak. Ja, gezellig. Allemaal hetzelfde t-shirt. Oh, trouwens dit t-shirt. Dit t-shirt hadden jullie dat hadden, kregen we allemaal. Ja. En het was een leuke sfeer. ADO vanaf minuut 1, de volop. We waren gewoon echt de betere. Alleen we maakten de doelpunten niet. Nee. En dan heb je aan het eind van de wedstrijd nog een mooie redding van Hugo. Dan is verlies je nog zo'n wedstrijd. Dus ik was echt naar deze wedstrijd toe vol vertrouwen. Ik denk, dit gaat wat worden. Ja, nu zeg jij altijd 3-1, hè? Bij elke wedstrijd heb ik weer in de voorspellingen. Ja, standaard. De 3-1 of 1-3 uit. Hè? Ja. Ja, dus dat had ik nu ook weer. Helaas. Ja, het liep even anders. Ja. Kijk, als je 3-0 achterkomt in de eerste helft, Dan gaan hun het dichtgooien aan die achterkant en dan kun je lopen en we werden beter. Ja. Maar dat komt ook omdat hun natuurlijk dichtgooien en ook niet meer zoveel eruit komen. Ja. Het is jammer. Voordat we onze twee gasten gaan introduceren en welkom gaan heten, misschien toch te beginnen met een lichtpuntje. En dat is denk ik dat Hugo Wendtges en Tarisa Santen zijn opgeroepen voor Jong Oranje, voor de voorselectie. Ja. Nou, dat is toch wel heel bijzonder, denk ik. Ja. Nou, heel bijzonder. Dat hoort gewoon zo. Ja. Je moet als club ook je mensen aan Oranje leveren. Ja. En als ze dan bij die twee jongens uitkomen, is dat mooi. Ik hoop het. En dan hebben we een hoop internationals in de selectie lopen met Nick Jema en ook Struik natuurlijk. Oh, jij haalt alles bij, maat. Ik haal alles bij. Okay, dus we hebben een groepje internationals. En laten we naar onze twee gasten gaan. Kursoet Soumeli, van harte welkom. Fijn dat jij aanwezig bent. Dankjewel. En ook Joel Ideo, ook van harte welkom. Je hebt gespeeld vandaag en je hebt ook de eerste wedstrijd heb je gespeeld. Hoe zit je erbij? Hoe voel je? Ja, nu voel ik me natuurlijk wel wat minder. Ja. Na 3-0 verloren wedstrijd. Maar we moeten gewoon beter terugkomen en de volgende wedstrijd gewoon beter spelen. Ja, want hoe kijk jij terug op deze wedstrijd? Alberto zei ook van de Graafschap uit 0-0. Dat gaf toch best wel een positief gevoel voor deze wedstrijd. Dat was een goede wedstrijd van ADO met eigenlijk misschien wel een overwinning wat nodig daar was. En dan begin je toch moeizaam. Is dat dan, hoe kijk jij daarnaar? De start van de wedstrijd. Ja, de start van de wedstrijd was gewoon minder. Ik denk, we verloren in het begin ook gewoon onze duels. En het begint altijd bij de duels. En hun begonnen gewoon beter en scherper. Ja. Hoe vond jij, wanneer hoorde je dat je zou gaan spelen deze wedstrijd? Ik hoorde het gisteren. Voor gisteren na de training. Ja. Ja. Was het een verrassing voor je dat je ging spelen? Had je erop gerekend? Ja, het was altijd wel een verrassing voor me, omdat ik er pas net ben. Ja. Dus ik had het niet gelijk verwacht, maar het was wel mooi dat ik kon starten. Ja. Maar jammer genoeg heb ik de team niet kunnen helpen. Misschien even leuk om... Want Albert, heb jij me al zien spelen op de training? Wat was jouw eerste indruk? Ja, maar ik vind dat we een heel... Zoals ik die jongen ook deze week zag, ik denk dat we een heel leuk team hebben. Ja. En ik geloof dat er helemaal geen kibbelen of bakkeleien is tussen elkaar. Ze zijn allemaal op één ding. En ik vind ook de oefenstof op het moment, elke trainer doet het anders. Maar ik vind deze oefenstof die hun nu doen, weet je, de aanvallers tegen de verdedigers en andersom, dat vind ik wel, ik kijk er graag naar. Maar ik zou niet kunnen zeggen wie van hun de top van de ADO wordt. Dat kennen ze allemaal worden. Dat is nog te vroeg. Ik moet nog die naam leren uitspreken. We moeten nog een beetje oefenen. Dus ja. En bij mij is het meestal zo. Aan het eind van het seizoen ken ik al die namen. En dan gaat er ineens een partij weg weer. Dus dan moet ik weer opnieuw beginnen. Ja, mijn geheugen is een beetje een safe, hè, vandaar. Wat wel kan helpen, Koers, dat jij gaat de aanvoerdersband dragen, hebben we begrepen. Ja, klopt. Jij speelde de eerste wedstrijden niet vanwege een schorsing.
Hoe zat dat? Want je hebt natuurlijk nog niet eerder bij ADO gespeeld. Nee, ik heb een directe rode kaart gekregen in mijn laatste wedstrijd in Turkije. Ja. Waardoor ik een schorsing van 2 duels had. 2 wedstrijden. En dat zit er nu op met deze wedstrijd. Dus maar, dat betekent dat je de eerste volgende wedstrijd mag spelen? Ja. Maar is dat? Ik dacht dat dat alleen voor Nederland gelde. Ja, dat is internationaal. Dat is zo afgesproken. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus helaas 2 wedstrijden wel. Schorsing, helaas. Ja. Koos, jij was niettemin de eerste speler die ADO haalde. Redelijk in het begin van de zomer. Klopt. Kun je daar iets over vertellen? Hoe is dat contact tot stand gekomen en waarom heb jij voor ADO gekozen? Ik ken de club sowieso. Vanuit mijn jeugd en al die dingen. Ik weet hoe groot deze club is. En ik heb het niet helemaal kunnen volgen vanuit Turkije. 2 jaar in Turkije gezeten. Maar contact gehad met de trainer, met de technisch directeur. Ik ken de trainer van mijn laatste periode in Nederland bij MVV. Ja, want dat was voordat je naar Turkije ging, heb je bij MVV gespeeld. Ja, ja, klopt. En goede samenwerking gehad. En daar een goed gevoel aan overgehouden. Waardoor dat wel echt de meeste... eigenlijk de reden was dat ik... niet dat ik hier naartoe wou komen, maar dat ik weer wou samenwerken met deze trainer. En uiteindelijk, ADO, grote club, mooie club. Dus die twee bij elkaar is het... makkelijk en snel gekozen, zeg maar. Ja, ja, het gaf je een vertrouwd gevoel. Ja, ja, tuurlijk, ja, tuurlijk. Omdat je weet waar je terechtkomt. Ja. Je weet wat je aan de trainer hebt. Ja, je weet hebt. Hoe die is. Ja. Ik weet hoe die is. Zit een hele vervelende vlieg. Dus als je ons om ons heen ziet slaan, dan zijn we niet gekker geworden. Maar het is een vervelende vlieg die hier rond dwaalt. Ja, en hoe zou je de trainer omschrijven? Wat spreekt je aan? Je hebt met hem samengewerkt. Wat voor trainer is het? Ik heb het vaker benoemd. Een hele duidelijke trainer die echt weet wat hij wil. Weet hoe hij wil spelen en... dat ook goed duidelijk kenbaar kan maken naar de spelers toe. En dat op de puntjes wil uitwerken, dat kan een beetje tijd kosten. Maar ik heb er nog steeds alle vertrouwen in dat dat in de loop van het seizoen wel goed komt. Goed komt. Ja. Je bent volgens mij, we willen je natuurlijk nog niet zien spelen, dus we kunnen nog niet daar heel veel over zeggen. Maar je bent, misschien kun je zelf omschrijven, toch een middenvelder, hè? Een verdedigende middenvelder. Ja, controlerende middenvelder, een 6. En... ja, dat is ik heb ook wel eens centraal achterin gespeeld, maar mijn voorkeur gaat uit naar de 6 positie. Ja, ja, wat mij opvalt, maar dat, ja, het kan ook niet zo zijn, hoor, maar dat denk ik dan weer als ik je bezig zie op de training. Denk ik, dat is een sterke gozer. Ja, ik heb fysiek wel wat mee, dus kan dat. Dat vind ik ook belangrijk. Ja, je bent 1 meter. Dat je eigenlijk in alle linies een sterke hebt. Power is belangrijk. Kunnen jullie eromheen wandelen? Ja. Zeker. Ja, toch? Ja, zeker. Ja. Zeker. Dus aanvoerder, hoe is dat gegaan? Heb jij met de trainer daarover gesproken? Is dat een democratisch proces? Of is op een gegeven moment moet je in het trainerskamertje komen en wordt gezegd, Koers, dat jij gaat het worden? Jij krijgt ja, ik heb in de voorbereiding wel eens de aanvoerdersband omgehad. En ik denk dat dat ook een beetje komt vanuit onze tijd bij MV. Daar ook toch wel een leider op het veld geweest. En deze week, afgelopen week, bij hem op het kamertje gekomen, zoals jij zegt. En dan heeft hij het me verteld. En zo is dat gelopen. En verwacht hij dan ook dingen van jou als aanvoerder? Ben je dan als ware het verlengstuk? Of wat houdt het aanvoerderschap in volgens jou? Als aanvoerder ben je sowieso een verlengstuk. Vooral in het veld, denk ik. Een trainer kan niet altijd gehoord worden of iets in die richting. Ik denk dat het duidelijk is dat je beide op dezelfde gedachte zit, zodat jij het in het veld goed... kan proberen neer te zetten en elkaar aancoachen. Natuurlijk moet iedereen dat, hè? Maar als aanvoerder zijn heb je daar wel een leidende rol in, denk ik. Ja. Je was dus de eerste speler die bij ADO kwam, nieuw kwam. Hoe kijk jij terug op je voorbereiding en op je landing hier in Den Haag? Wat zijn jouw eerste indrukken van de club en van de stad en van de supporters? Ik ben niet heel veel de stad in geweest, af en toe naar de mall. Maar kijk, nogmaals, ik ken de club. En vanuit een hele lange periode heel veel gevolgd, het Nederlandse voetbal ook. En warme club, supporters, daar hoef ik verder niet over iets over te zeggen. Je ziet de support ook na deze 3-0 nederlaag, stonden ze nog te klappen. Voor mij was het een beetje lastig in de voorbereiding, want ik wist dat ik geschorst was. De eerste 2 wedstrijden, dus dan is het lastig bouwen. Want je bent toch aan het voorbereiden op iets... Terwijl je daarna op tribune gaat zitten, zeg maar, dat is heel lastig. Maar er is ook weer ervaring erbij voor mij. Ja,
Als we dan naar de wedstrijd kijken, wat zie jij dan, zeg maar? Hè? Als je misschien de lichtpuntjes, maar ook de aandachtspuntjes. Hè? Je zegt ook van het team moet verder groeien. Er komen misschien nog wat spelers bij. Wat is je opgevallen vandaag en ook misschien de eerste wedstrijd tegen de Graafschap? Ik vond waar ging het fout? Ja. Ik vond dat we tegen de Graafschap echt daardoor kreeg ik ook nog meer vertrouwen. Ik vind dat het teamproces gewoon heel goed. Tenminste, bij de Graafschap vond ik dat er echt een team stond en een geheel, zeg maar, die er 100% voor ging. Waar het deze wedstrijd fout ging, ik vind dat wij soms meer initiatief mogen nemen vanuit onszelf. Dus zelf bepalen van oké, dit wil ik nu doen of elkaar iets meer helpen. En dat teamgedeelte vond ik de eerste helft dan een beetje tegenvallen deze wedstrijd. Maar in de tweede helft pak je het weer goed op. Natuurlijk ligt het ook een beetje aan de tegenstander die dan alles op slot gooit. Maar ik denk dat het belangrijk is om echt, het is heel simpel gezegd een team zijn, maar in alle facetten een team zijn. Dus in het druk zetten, in alles, zeg maar, elkaar een steentje bijdragen, voor elkaar door het vuur gaan. En dat is heel belangrijk, denk ik. Het viel mij op dat heeft de trainer volgens mij ook gezegd, dat hij graag hoog druk speelt, hè? Ik zag ook helemaal in het begin van de wedstrijd dat als Roda uitnam dat de voorste spelers van ADO ongeveer op de 16 meter gingen staan. Dus eigenlijk proberen te voorkomen dat daar op wordt gebouwd. Is dat een voorbeeld van hoog druk zetten? En is dat wat de trainer ook graag wil? Ja, de trainer wil graag dat we hoog druk zetten en dat we snel de bal veroveren. Zodat we snel kunnen scoren. Ja, en dus dat is opjagen en zoveel mogelijk vooruit spelen. En dan hoor je misschien ook in het oor hoor je de supporters ook, die dat belangrijk vinden. En jagen, wat zongen ze? Ja, maar ja. Je moet ook je veld breder houden. Ja. Anders gaan we allemaal op zo'n stukje voetballen. Ja. Dus die voorhoede die moet klaar zijn en de achterhoede die moet klaar zijn. En als je een breedte had, kun je meer gaan voetballen ertussen. Ja. Ja, is gewoon logica voor mij weer natuurlijk. Zo ingewikkeld is dat niet. Nee. Maar het risico is wel dat natuurlijk ook veel ruimte voor Roda komt. Hè. Die gingen daar ook wel handig mee om. Klopt. Ik denk dat wij onze taak niet in de eerste helft niet goed hebben gedaan. Nee. Of niet perfect in ieder geval. En hebben het gewoon goed uitgespeeld. En moeten we gewoon beter op trainen en betere focus in hebben. Je bent pas bij de club gekomen. Je hebt een bijzondere achtergrond, denk ik. Ik heb ook een aantal dingen voor je opgeschreven. Je hebt de jeugdopleiding, of tenminste, bij Willem II heb jij gespeeld. Je hebt een seizoen bij Ajax gespeeld. Maar misschien nog bijzonderder, jij komt van Arsenal uit Londen. Dat is natuurlijk een heel bijzonder verhaal, denk ik. Ja. Klopt. Kun je ons eens meenemen in, je bent pas 20 jaar. In hoe is jouw voetbalcarrière tot nu toe verlopen? Ja. Waar ben je begonnen? Ik ben begonnen bij Willem II in de onder 14. Ik kwam daar toen ik 12, 13 was. Heb ik 4 jaar lang bij Willem II gespeeld. Toen om mijn 16e of 17e ging ik naar Ajax toe. In de jeugdopleiding? Ja, Ajax zei van, we willen jou hebben. Ja. Toen had ik bij Ajax, zou ik eigenlijk aansluiten bij de onder 18. Had ik een goede voorbereiding meegedaan. Dus dat was ook die coronatijd. Dus toen mocht ik met ze mee naar de Youth League. Had ik een mooie goal gescoord. Kreeg ik interesses van verschillende clubs. En ik had nog geen contract bij Ajax getekend toen, die tijd. En Arsenal kwam. En toen had ik getekend bij Arsenal. Zo. En hoe ging dat dan? Want jij zit bij Ajax, zit 1 jaar bij Ajax. En toen heb je dan een zaakwaarnemer over? Of word je zelf gebeld door Arsenal dat ze jou op het oog hebben? Ja, het ging via een zaakwaarnemer, maar ik was nog jong. Ik was nog jong. Er waren verschillende zaakwaarnemers die, wat ook een beetje fout ging die tijd, om eerlijk gezegd te zijn. Maar fouten van die fouten moet ik gewoon leren. Ja, want je had misschien beter bij Ajax kunnen blijven, bedoel je? Ja, dat had gekund. Maar niet dat ik er spijt van heb of zo, dat ik er naartoe ben gegaan. Maar. Want hoe lang heb je in Londen gezeten bij Arsenal gespeeld? 3 seizoenen. Dat is best lang. Ja. Was een mooie tijd daar. Vaak ook met eerste mogen meetrainen. Met het eerste van Arsenal meegetraind? Ja, ook. Dus daar heb ik ook gewoon veel geleerd. Ja. En nu probeer ik gewoon die ervaring mee te nemen naar ADO. En gewoon mijn best hier te doen. Mooi, want na de 3 seizoenen bij Arsenal werd duidelijk van daar ligt mijn toekomst niet. Arsenal heeft ook misschien wel gezegd van joh, misschien beter om verder te kijken. Of wilde jij zelf graag de stap maken naar een profclub in Nederland om daar ook echt speelminuten te gaan maken? Ja, ik wilde sowieso eerste elftal voetbal gaan spelen. Want Arsenal is natuurlijk wel een mooie club, maar ik moest wel realistisch blijven met Saka, Martinelli, Trossard, allemaal op mijn positie en zij ook allemaal nog jong. Dus het was moeilijk echt om daar door te breken. Ja. En nu probeer ik gewoon
mijn uiterste best te doen bij ADO, zodat ik mezelf weer op de kaart kan zetten en mezelf weer kan laten zien. Wat wist je van ADO toen ze bij jou kwamen? Van, zou je hier willen spelen? Kende je de club? Volgde je de club? Wat voor gevoel had je erbij? Ik kende de club natuurlijk al sinds mijn jeugd en gewoon hoe je opgroeit. Ook tegen ze gespeeld in de jeugd. Ik kende Joris Matthijs ook van de tijd van Willem II. Oh, in die tijd was Joris Matthijs ook bij Willem II? Ja, toen was hij technisch directeur bij Willem II. Ja, dus jullie kennen elkaar? Ja, en ik had gewoon een goed gesprek met de technisch directeur en met de trainer. En ja, het ging best wel snel allemaal. Dus ja, vandaar die keuze naar ADO. Ja. Staan er ook bij Arsenal mensen als Alberto elke dag op de training te kijken? Bij Arsenal kan je niet... Kan je niet kijken? Nou, nee, kan je niet kijken. Ja. Nee, dat konden wij eerst ook niet, hoor. Maar dan stonden we op een strompad waar die mensen de honden uitlaten. En er zat een sloot tussen, weet je waar de bal wel eens in gaat in die sloot. Stonden we aan de andere kant. Ah. Maar deze trainer ook en de vorige trainers ook, hoor. Dan mochten we gewoon op het terrein. Dus tegenwoordig, ja, ik vind het echt kick, hè. Want je ziet ook kleine gastjes in de vakantietijd. Een hoop wedstrijden zijn open. Of de training. Nu mag je gewoon altijd... Je kan nou ja, er staat op de site staat het dan of die besloten is of open. Ja, ja. En de tijden erbij. Dus je ziet af en toe wel wisseling dat er wat andere mensen komen. En als besloten is, dan ga je op dat pad erachter? Dan, nou, of kom je dan dat is, dan zitten we er ook op. Dan zijn we gewoon ook binnen. Dat hadden we tenminste met de vorige trainers. Deze trainer heb gezegd, luister jongens, zolang het oké is van de club, mogen jullie erop. Ja. Maar ja, kijk, er waren ook trainers die willen 2 dagen van tevoren met de selectie spelen waar ze mee gaan spelen. En dan krijg je dingen te zien en dat hoeft niemand te weten. Ja, dat maakt in principe niks uit. Nee. We stonden aan de overkant van de sloot, dan zie je het ook. Ja. Dus ja. Nee, ik vind het sowieso kick om die gasten te zien. En ook om te zien of ze beter worden, weet je wel. Dus ik vind het leuk. En ik vind het ook kick met Levi, weet je wel, met Levi Schuber. Natuurlijk, de nieuwe assistent van... Ja, kijk, die hebben wij meegemaakt als speler. Een Haagse jongen, je speelt natuurlijk. Ja, en Bescheveningen. Ja. En ja, dat is een goede gozer. En ik vind het blij, want ik zie tijdens die trainingen... zie ik de trainer ook met hem babbelen, weet je wel, veel. En ik denk dat hij ook wel leuk bij de jongens ligt. Want hij heeft natuurlijk bij de jeugd gezeten. Dus die gasten die kennen hem ook van de aftrap. Ja, ik ben helemaal blij hoe het allemaal gaat. Ik had alleen gehoopt vandaag een beetje beter. Ja. Hey, als we even naar Joel kijken. Is het Joel of Joel? Joel. Joel, ja. Oké. Anders heb ik het verkeerd uitgesproken. Ik denk het checken. Anders wordt het dadelijk ergens weer geschreven. Ja. Van hij noemt hem Joel en hij Joel. En, ja. Nee, als je Joel, wat grappig. Want Arsenal, vanuit de jeugd van Arsenal nu naar ADO. Buitenlandse ervaring, Willem II, Ajax. Dat doet denken aan een oud ADO-speler. Weet jij wie? Nou, maar als je het zegt, dan zal ik het weten. Heb jij het al gehoord, Joel? Misschien die van Boeien of zo, als je die bedoelt. Vicente Bezuijen. Bezuijen. Die kwam ook van de jeugd van Ajax. En die had bij AS Roma gespeeld. Kwam toen naar ADO. Een heel goed seizoen toen gedraaid. En is razendsnel. En werd toen 1 jaar later naar Aberdeen getransfereerd. Dus die, jouw achtergrond doet daar wel aan denken. We hebben goede herinneringen aan Vicente in ieder geval. Ja, binnenkort ook goede herinneringen aan mij. Ja. Wat zijn jouw doelen dit jaar? Wat heb je zelf voor doel gesteld? Mijn doel is gewoon om zoveel wedstrijden te spelen, om het team te helpen. En ja, en gewoon goals en assists te geven. Dat is mijn doel. Ja. Hoe vond je het vandaag gaan? Aan de bal vond ik me wel gewoon prima gaan. Alleen bij het druk zetten had ik denk ik een paar fouten gemaakt. Wat ik misschien minder had, wat ik misschien gewoon had moeten inzakken en niet druk had moeten zetten. Maar ja, dat zijn verbeterpunten voor mij. Ja. En fysiek, hoe ging dat? Nee, fysiek ging het wel. Ging wel goed. Mooi. Okay. Ja, het is anders voetballen natuurlijk in deze competitie ook. Ja, doordat je gewend bent of dat jij gewend bent. Het is anders voetballen. Dus die jongens die moeten ook nog even... Hij is er kort bij. Die moet nog even zoeken. Wanneer moet ik dit en dat doen? Weet je wel? Hij moet ook ontdekken wat voor tegenstanders er hier lopen. Zeker. Klopt. Ja. Heb je nog veel contact met jongens van Willem II en Ajax met wie je toen bent opgegroeid? Van, hey, die zit misschien bij Dordrecht en die speelt misschien wel bij een andere club. Oh ja, zeker. Vandaag ook de nummer 6 van Roda JC, Wesley Spierings, heb ik ook in het team gezeten bij Willem II. Oh ja.
Met hem heb ik ook contact gehad. Met wie heb ik nog meer contact? Ja, gewoon mensen van Arsenal heb ik ook contact mee. Ik heb nog wel van overal wel een beetje, van elke club heb ik nog wel contact mee. Leuk. En dus weer terug in Nederland. Je familie zal het misschien ook leuk vinden omdat je wat dichter bij huis voetbalt? Ja, zeker, zeker. Komen ook kijken uit Brabant. Ja, ja, Tilburg. Tilburg kom je vandaan. Ja. Ja, want jij komt uit Nijmegen volgens mij. Ja, klopt. Ja, ik kom uit Den Haag. Waar kom jij vandaan? Ja, Den Haag. Kun je dat horen? Ja, zeker. Ja, misschien kunnen jullie, als je toch geïnteresseerd bent om eens een keer de binnenstad te zien of Haags te spreken, dan zou je misschien een dagje met Alberto mee kunnen meelopen. Ja, Haags spreken wel, want de binnenstad, daar kom ik zelf vanuit. Dat kom je ook niet, nee. Nee, ik kom in Rijswijk bij de training. Ja. En bij de Hoogvliet of bij de Albert Heijn een boodschapje doen. En verder is het strand. Ja, het strand ligt dichtbij, maat. Ik heb een waanzinnig balkon. Ik heb een waanzinnig balkon, lig ik beschut. Beschut, maak je niemand bang ook met dat lichaam, weet je wel. Nee, dus laat mij nog maar op het balkonnetje leggen. Heel goed. Hey, Koers, dat hoe... Wat, kijk, wij als supporters natuurlijk, als mensen die de club volgen, van de club houden... Ja, zijn een beetje zoekende van wat moeten we nou verwachten, hè, het komend seizoen. We hebben de Graafschap uitgehad. Er zijn natuurlijk behoorlijk wat nieuwe spelers, mooie namen. Lichtpuntjes, maar vandaag toch ook een forse nederlaag, zeg maar. Nou, de transferperiode is nog niet voorbij. 1 september. Dus er zijn nog 2 weken mogelijkheden om misschien nieuwe spelers ook nog te halen. Hoe moeten wij nu ADO op dit moment wegen volgens jou? Waar staan we? Wat mogen we verwachten? Ik denk dat dat een lastig inschat is. Het is misschien ook wel goed dat we ergens, als je dan een lichtpuntje wil benoemen na deze wedstrijd, ergens goed dat we zo zeg maar de deksel op de neus krijgen om te weten waar we staan. Nu weten we waar we een beetje staan. Ja. En zo ga je steeds wedstrijd voor wedstrijd verder. Maar het is nu, we zijn een vrij nieuw team, veel jonge jongens. Dus zoals je zegt, het team is misschien nog niet helemaal compleet ook. Dus het is denk ik nu wel lastig om te zeggen waar we staan. Ja. Gezien vorige week vond ik het prima. Gezien deze week is het iets minder. En volgende week, wie weet, is het wel uitstekend. Zo ga je... Ja, zou wel lekker zijn, want dan spelen we tegen de Bos. Ja. De Bos uit, ja. Maar dus, dat is wat ik denk. Laten we het gewoon per wedstrijd bekijken. En als het team helemaal compleet is en we zeggen, jongens, dit is het. Dan kunnen we meer uitspreken, denk ik. Maar hoe lang duurt het voordat je aan een nieuw team bent gewend? Dat jij weet hoe hij gaat lopen of hoe hij het liefste bal hebt. Hoe lang duurt het voor jullie dat weten van elkaar? Ja, ik denk niet. Ik hoop niet dat lang zou duren. Nee, ik denk het ook niet. Maar dat is ook niet de bedoeling. Ik hoop dat we snel wennen aan elkaar en weten wat we aan elkaar hebben en wat niet. Maar zoals ik zei, er kan elk moment nog een nieuwe jongen bijkomen. Ja, en dan moet je daar weer aan wennen, want die speelt misschien een beetje anders dan... Dus, dat is vooral heel erg... Ja, je moet met alles kennis spelen. Ja, dat 100%. Natuurlijk. Ja, precies, 100%. Heb jij nog verwachtingen dat er nieuwe spelers nog bij gaan komen? Matthijs heeft vorige week in de podcast van 2 weken geleden bij de Open Dag gezegd... Nou, 10-12 spelers, hè, waar die volgens mij aan dacht. Zo. Ja. Nou, als we nu kijken, misschien toch heel even naar het lijstje. 7 wacht? Ja, Koers, jij was de eerste die kwam. Matteo Waam is natuurlijk gehaald... MVV, ik denk een goede speler, Alberto. Ja. Laatste man, ja. Linkspoot. Ik denk dat hij met die Noorse jongen wel het centrale... Granli, die vandaag zijn debuut maakte in het eerste. Ik denk dat wel de centrale worden, denk ik hoor. Ja. Maar ik ben de trainer niet, hè? Nee. Nou, dan hebben we natuurlijk Henry Kudusu, 23 jaar, gehuurd van Augsburg. Een multifunctionele vleugelspeler, verdediger, snel. Haalde in de eerste minuut ongeveer die bal van de lijn af. Ja, zeker. Net nog op het nippertje, ja. Wat is jouw indruk van Henry? Nou, wat ik hoor, even kort met de trainer gepraat. Die jongen die kan de hele zijkant pakken. Die zal overal is die inzetbaar. Ik moet nog wel zien dat hij gelukkiger wordt in zijn acties. Dus bij de Graafschap gingen er een paar de tribune in of zo. Maar je ziet wel dat zo'n jongen kan ballen. Ja. Dus ja, ik heb een goed gevoel. Ja, maar over al die jongens, maat. Hun zitten erbij, zitten me boos aan te kijken. Dus ik moet wel zeggen dat ik heel blij ben en zo. Nee, ik vind echt dat we een leuk team. Ik vind echt dat we een leuk team hebben. Henk Veerman, hè? Nieuw. Toevallig, we hadden dit jaar zomervakantie, zijn we in Nederland gebleven. Toen zaten we in Noord-Holland. En toen zijn we naar de open dag van Volendam geweest. Dachten we wel leuk.
daar werd Veerman nog gepresenteerd. En het luidste applaus van de hele selectie was voor Henk Veerman. Ja. Hoe vind je dat hij het doet? Ja, hij is ook gewoon een werker. En hij zat er vandaag twee keer met zijn hoofd aan. Dus, ja. En net naast. Dus ja, dat komt vanzelf aan. Die goals moeten gaan vallen. Kijk, als ze hem allemaal weten te vinden, hoe hij zijn loopje doet en hoe hij loopt. Ze moeten allemaal aan elkaar wennen. Dus ik denk dat Henk er ook wel een partij in gaat darmen. Ja, en dan hebben we Joel, dan Daniel Granli, de Noor, 29 jaar, verdediger van Aalborg. 88 wedstrijd daar gespeeld. Die heeft vandaag zijn debuut gemaakt. Stevige verdediger op de eerste oog. Ja, ja. En dan hebben we nog Justin Che, die dus als laatste is aangekondigd. Dat is denk ik een concurrent voor jou, Joe, of niet? 19 jaar huurbaas van Brumby. En volgens mij is het een... Oh nee, sorry. Verdediger. Verdediger, rechtsback of rechtscentraal inderdaad. Dus geen concurrent voor jou. Dat betekent, als we maar even optellen, dat we 7 nieuwe spelers op dit moment in de selectie van ADO hebben. Wat verwacht jij, Koesat, voor de komende 2 weken? Dat weet ik echt niet. Ik weet dat ook niet. Dat hoor je uit. Ja, zijn aan het trainen. Ja, we hebben bijvoorbeeld gisteren kwam Justin. En dat hebben we... Ik zag hem ook pas toen we aan tafel gingen eten. Dus dat is echt heel snel gegaan. Ik kan niet zeggen van... Ik verwacht dat er nog 5 komen. Of ik verwacht dat er niet meer... Stel dat er niks meer bij komt. Redden we het daarmee dan? Met wat we nu hebben? Ik heb er wel vertrouwen in. Ben je ook, Maat? Ik heb er ook vertrouwen in. Ja, dan halen we de hand op de knip en dan gaan we het hiermee doen. Ja, dan kunnen we het zo even aan Joris melden. Ja, dat we Nee, ja. Dat we dit hier toch gewoon mee gaan doen. Het zou raar zijn als ik zou zeggen... Oh. Nee. Nou, ik hoor heel veel aan de rechterkant ook dat we dat hebben. En maar links dan? Ik bedoel, we hebben alleen Absalem op die plek. Absalem op links natuurlijk, ja. En wie nog meer dan? Volgens mij kan Justin ook op de linksbackpositie. Oké. Dus dan heb je die ook dubbel. Ja, dus waarschijnlijk toch, we gaan het zien. Ja. We moeten het gewoon afwachten hoe de selectie inderdaad op 1 september uit gaat zien. En dan ja, maar anders, wat ik zeg, dan doen we het met hun. Het zijn allemaal toppertjes voor mij, dus. Dat is het. Komt vanzelf goed. Zo is het. Den Bosch uit, aankomend weekend. Ja, maar 100 kaarten maar. Meteen op, hè? Meteen uitverkocht. Ja, meteen. Ja, binnen een minuut. Jij was erbij? Ook. Ja, gelukkig wel. Wat betekent dat? Zit jij op echt op internet? Ja, ik zit heet het F5. Ja, je hebt een zweefplek onder je arm van het refreshen. Nee, ik zit half nakend. Dus, en ik heb een vinnetje op me. F5, ja, dan zit je er snel in. Maar dat was meteen weg natuurlijk. Ja, jammer dat je er maar met 100 mag. Want voor die gasten is het leuk als wij met 500 man daar en dan we ons laten horen. Weet je, dat geeft een stimulans. Dat was ook als je, zoals nou, spelen we hier in het stadion. Dat moet voor die spelers een boost geven, weet je wel. Klopt. Het moet nog wel iets voller worden, hoor. Maar dat ligt, kijk, als hun de punten gaan pakken, dan gaan wij ook... Dan gaat het wel komen. Dan gaat het vanzelf voller worden. En dan, kijk, we moeten allemaal... Kijk, ik heb het geloof al. Maar die mensen moeten ook even het geloof en de vertrouwen krijgen. Dat het allemaal goed... En anders kom lekker door de week even een keer... S'ochtends naar de training, kom bij de training kijken. Kun je de jongens zelf bezig zien. Het zijn allemaal leuke voetballers. Nou, Alberto is altijd een beetje de graadmeter. Die is elke dag op de training. Dus jullie gaan ik ben ook wel overdreven positief altijd. We proberen de moed natuurlijk ook een beetje in te houden. Zo vlak voor het weekend. Maar zo zie ik het gewoon. Ja, nou, heel goed. In ieder geval, ik krijg de indruk dat jullie er heel veel zin in hebben in dit seizoen. En ook, Koesat, we zijn heel benieuwd om jou speelminuten te zien maken. En ook nog de nieuwe captain van het team. Ja. Dus dat draagt ook een extra verantwoordelijkheid met zich mee. Klopt. Dus hartstikke goed. Veel dank dat jullie zo snel al in onze podcast wilden verschijnen. Ik wens jullie ontzettend veel succes dit seizoen. Ja, zeker. En misschien nog afrondend, jij had een mooi bekertje volgens mij van de Graafschap mee, hè? Nou, dat is hier ook in het stadion. Hè. Dan krijg je een plastic hardbeker, of heet dat geloof ik. Dat is ook tegen het gooien en alles natuurlijk. Dan betaal je 1,50. En die krijg je weer terug of hoe dan ook. Daar waren we bij de Graafschap. En die hadden hele mooie bekers zo met het logo erop en zo. Dus je zag iedereen die beker kopen. In plaats van... Nee, met drinken. En die beker ging daarna in een plastic zakje. Die ging mee. Ja. Voor die 2 euro heb je een aandenken. Geweldig. Dan zat ik te denken. Ik denk, nou, als we nou alle clubs dat doen met een logo erop. Dan wil je die allemaal hebben.
Maar toen dacht ik ineens, ik denk, als je nou spelers erop doet, ja, dan blijf je zuipen, want je wilt het hele elftal bij elkaar. Dus dan komen jullie op een glas te staan, bij wijze van spreken. Zouden we dat vinden? Of zitten er weer rechten dan verbonden aan die... aan die gezichten van jullie. Nee, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee, als je met je clubshirt dan. Ja, oké, okay, gewoon. Maar... ik vind het een leuk idee, Alberto. Ja, zal er weer weinig terecht van komen. Nou, in ieder geval heel veel succes voor jullie voor de start in Den Haag. We gaan het uiteraard met heel veel interesse volgen. Dankjewel. En voor nu een heel goed weekend. Ja, jullie ook, jongens. En succes in de bos volgende week. Ja, gezellig. Oké. Dankjewel.